Dit is de politieke podcast van de Telegraaf. En compabilité de caractère. Als ik dat in goed Frans zeg. Geen tweets daarover, mensen, alstublieft. <laughs> Mijn hemel, hoe moet het dan allemaal gaan, joh? DTX 888, volgende keer. Nee, uh, Wikipedia, ik kan oh, Wikipedia. ook altijd. Ja, hoe careful uh, we that, uh, hoor. Ja. Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Nou, ik voel me net uh, Sven Kramer of, uh, of, of Leerdam. Ik zie hier. Leg ja, het maar uit, Wouter. Ik moet er even voorbij komen. Er is een klok geïnstalleerd ja. in, in de studio, ja. maar iedere, iedere media professional die nu dit hoort, die denkt nou, oh ja, dat wat is was ook dat wel voor amateuristische zo. bende? <laughs> ja. Maar ja, het, is, het, het staat het is net alsof ja. we gaan sporten. Ik heb ook zo'n ding bij mij in de, in de, in de box, of hoe noem je zoiets? De CrossFit box. Oh ja, ja. En, en, en de klok ja. die telt dus af van 10 naar 0, dan horen we de leader. We en, piep. Piep, piep. Piep. En dit is heel handig, want dan weet je dus waar je bent in de podcast. En als er, ja, als er dan nog iets is onverhoopt, of nou ja, noem het maar, dan kun Vorige je Vorige week was de iemand te teleurgesteld dat het te kort duurde. Echt deze waar? Ja. Oké. Okay. Ja. Ik moet dus trouwens... Doe je best. Ja, ik <laughs> moet trouwens zeggen tegen de luisteraars. dat we dit opnemen op donderdag einde middag. Ja, ja. Mocht want, er op vrijdagochtend want... iets gebeuren. dan hebben we dat dus niet in deze podcast. Of mogen de mensen dat niet weten? Nee, ik ga naar Aladdin. Nee, nee, dat is een geintje. <laughs> dat zeg ik ook voor Renske Leijten, want die sprak me daar weer op aan. Deze running gag loopt volledig uit de hand. Oh. Maar ik ga skiën, ja. Skiën. Ja. Nee, heel ja, goed. Dus dat is dus, heel fijn. Nou, morgen doet. doet uh, vrijdag doet. doet uh, Minister Kaag, de ministerraad, want hmm. Rutte zit in Brussel. En uh, er was nog even sprake dat de Hoekstraat zou doen, dat Kaag ook iets met de G20 moest doen. Maar de laatste info die we dan weer horen, dat was dat het Kaag zou worden. Dus dat wordt ook een primeur natuurlijk morgen. Interessant, ja. Ja. want die mag dan voor het eerst als vicepremier, als, vice als plaatsvervangend minister-president, uh, eigenlijk uh, uh, ja, vertellen wat het kabinet uh, allemaal voor Nederland in petto heeft. Nou, dat gaan we dan allemaal uh, afwachten. Eventjes een, een opiniestuk. Hè? We hebben altijd de kwestie, de pagina uh -huh. in, de, in de Telegraaf. En uh, Caroline van der Plas had uh, spontaan een opinie uh, uh, geschreven... waarin stond, uh, zet mij maar naast Jesse Klaver in de Kamer. Het gaat eigenlijk over dat ze zegt... er is een klassieke indeling in de Tweede Kamer. Links zit in één hoek, rechts zit in een andere hoek. Zij zegt, hussel dat nou een beetje door elkaar. Krijg je meer dynamiek. Kan je misschien, hè? Nou ja, wordt het allemaal misschien ook wat, 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 wat beter van... Wat minder, wat minder klassiek, zeg maar. Door toch een beetje denken aan wat je vroeger. Uh, nou, ik had het vooral op de universiteit. Uh, Want op de middelbare school ging het allemaal een stuk soepeler. Maar dat je dan gedwongen werd om groepjes te maken. Ja, en dan dacht ja, ja, ja. ik altijd: dat is vooral bedoeld dat de. De professor of de, de docent dan minder nakijkwerk heeft, want dan hoef je ze maar per groepjes van vier of drie of zo <laughs> te doen. Maar um, dan moet je dus verplicht naast iemand zitten die eigenlijk politiek uh, uh, ja, ver van je afstaat. Ja, mijn eerste reactie was eigenlijk vrij primair. Dat ik dacht: ja, weet je, um, is dit het nou? Is dit nou wat, waar onze Kamerleden zich druk over moeten maken? Maar toen dacht ik ineens aan een voordeel. Want als uh, de. Politieke concurrenten zijn allemaal verdeeld zitten onder elkaar, en je zit toch de hele tijd opgeschreven met Kamerlid, X. Nou, als je, waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt, ja dan ga je er toch mee kletsen. En voor je het weet hoor je iets wat je dan weer aan ons kan vertellen. Ja, ja. Ja. Dus, dus dat, dat toch de, de diepe zielen roerselen van zo'n fractie. En ook op het moment dat er ja. politiek conflict is. En er onduidelijkheid is over ja, of men bijvoorbeeld met iets mee gaat stemmen of niet. Of, of uh, dat er ontsteltenis is over het optreden van de eigen uh, woordvoerder of, ja. of uh, fractievoorzitter. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat er iemand naast zit die dat kan gaden staan. En dan vervolgens... Kan vertellen aan het, aan het dankbare journalist. Ja, ja, want als die ander dan weer van een hele andere politieke kleur is. dan heeft hij er misschien ook meer voordeel bij. om dat te lekken tegen, tegen journalisten. Hè? Ze zouden het dan ook kunnen, kunnen zijn. Ja, ja lekker vind ik ook. Dat, Doorvertellen. Ja, nou ja. Is dat een beetje. Of, ja. toevertrouwen. Toevertrouwen. Ja, dat klinkt dan beter. <laughs> Overigens zei Caroline van der Plas wel. dat in andere landen. IJsland bijvoorbeeld. dat dat daar al wel zo is. IJsland, ja. Ja, dat is. Uh, <laughs> ja. Nou ja, goed. Genoeg over Caroline van der Plas. Laten we het over uh, serieuze uh, zaken hebben. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, heeft het, het eerste rapport naar buiten gebracht over de eerste maanden van de coronacrisis en hoe het kabinet dat heeft aangepakt. Dat was een, een zeer kritisch uh, onderzoek, mm -hmm. kunnen we wel uh, stellen. Laten we eerst even luisteren wat uh, Dijsselbloem zei over hoe er om is gegaan met de situatie in de verpleeghuizen. Een besluit om. Als twee bewoners in een groep positief zijn getest, de rest niet te testen, maar de hele afdeling in quarantaine te plaatsen. In een periode waarin er dus veel te weinig beschermingsmiddelen waren, is wel heel schijnend. Ja, hij zei inderdaad van zo'n hele afdeling is, is, is afgesloten van de rest. Hoe, hoe, hoe noemde hij dat nou ook alweer? Hè? Een, een stille, uh, ramp. Stille, ramp. stille ramp volgens mij. Maar dat heeft hij gewoon uit de media gekopieerd hoor. Want dat was. Uh... Ik geloof het een NOS Dat okay. kan ook de volgende kans okay. zijn die dat ergens een keer op, er, bij hebben gezet. Ja, en, ja, maar toch als je dat dan hoort. Dat is natuurlijk wel heftig, omdat uh, we wisten natuurlijk ja, nou al ja. wel. Kijk, als jij een, een, een evaluatie moet maken over de eerste... De eerste deel, de eerste derde deel, zullen we maar zeggen. We weten niet hoe lang die crisis duurt, maar ja. dit is dan het stuk tot september, dus van het begin tot september 2020 tot en met september. Ja, dan is het niet ver verbazingwekkend dat we een opzomming krijgen van hoe er dingen mis zijn gegaan. Het Kernpunt is, denk ik, voor mij van het rapport is vooral dat Nederland niet voorbereid was. En dat is het startpunt waar het is misgegaan. En dan mm -hmm. zie je op allerlei plekken, in de verpleeghuizen, met te weinig beschermingsmiddelen, maar ook in de communicatiestrategie, ook de manier waarop het kabinet advies inwon en besluiten nam. Dat zijn allemaal zaken die voortkomen uit het feit dat men niet goed was voorbereid, niet goed had geoefend, op het feit dat het in Nederland met een pandemie vo volledig mis zou kunnen gaan, maar ja, ik ben vorige week 43 geworden en uh, zou je niet had, zeggen. Uh, dankjewel. En ik, oh, wat cheesy <laughs> <jeezier>. Ja, <laughs> maar, 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 dat niemand had dit ooit is. Tenminste, ik heb, nee, ik zeg niet, ik zeg niemand, maar ik had dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nee. Dus om dan uh, te zeggen schande dat dat allemaal niet klaar stond, is makkelijk, maar misschien ook niet helemaal fair. Wat niet wegneemt dat het heel belangrijk is dat er een, een duidelijke opzomming ook gegeven wordt over de dingen die zijn misgegaan. En dat je daar vervolgens ook aanbevelingen doet. zodat het huidige kabinet daar ook mee aan de slag kan gaan. Ja. om de rest van de crisis en wellicht een volgende crisis beter het hoofd te kunnen bieden. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat de waarde van het rapport. Heel hoog is en heel belangrijk is, omdat het onderwerpen die besproken worden aan de keukentafel zijn besproken, aan de talkshowtafel zijn besproken. En niet te vergeten ook aan, aan, de, aan de overlegtafel in de treffenzaal. Maar dat er ook, uh, ja, dat dat, dat, dat het samenkomt en dat daar ook gewoon een overzicht van wordt gegeven. En dan kan je vervolgens bekijken of de verwijten die daar ook achter schuil gingen, of die. Helemaal terecht zijn. Als het gaat om de verpleeghuizen, merk je uh, uit de clubmensen die destijds, maar ook nu nog met die coronacrisis bezig zijn, dat zij vinden dat de, weliswaar de focus van de media heel erg gericht was op de, wat er in de ziekenhuizen gebeurde. En vervolgens zeggen: er is te weinig oog voor mm -hmm. de verpleeghuizen. Mm -hmm. Maar je hoort dus van die clubmensen: van er is, het was te laat zeker, maar er is op een gegeven moment wel echt wel actie op ondernomen en toen hebben we alles gedaan wat we konden. Dus ja. ik vind dat een te een, eenzijdig beeld. Dat hoor okay. je trouwens ook wel her en der uit de OMT. Ja, ja, laten we het dan meteen hebben over uh, de kritiek uh, die er ook is... dat uh, de, de rollen tussen het OMT en het kabinet misschien te veel uh, vervlochten waren. Hè? Dat, het, dat het sterker was geweest als het OMT zijn onafhankelijke wetenschappelijk advies geeft. Punt. En het kabinet... Ja. Zo'n onafhankelijke besluiten neemt. Ja. Punt. Je, je, je merkt, hebben we natuurlijk ook meegemaakt met alle overleggen die er zijn geweest, dat, dat daar een soort vervlochtenheid ja. in zat. En, en de vaste luisteraars van Afhameren weten natuurlijk hoe vaak we daar wel niet onze verbazing ook over hebben geuit. Hè? Dat er rollen volledig uh, verwisseld werden. Niet alleen de, de, de met sterrenstof besprenkelde OMT-leden die we niet meer van het scherm konden slaan. De absentie van bewindspersonen die eigenlijk bedoeld waren om het beleid uit te leggen, en dat dus maar overlieten aan, aan OMT-leden die alleen maar er waren. Om te adviseren. Maar vervolgens, kabinet die zeiden: ja, wij nemen de, de beslissingen op basis van de adviezen van het OMT, waarmee het OMT ook heel belangrijk werd gemaakt en eigenlijk bepalend werd gemaakt. Want op het moment dat het kabinet zei: we gaan er ergens iets van afwijken. dan moet je eens kijken wat het schande dan zei: de Tweede Kamer: van waarom bent u afgewezen van het? Uh, advies van het OMT. Het Kamer had dus ook een veel te weinig zelfstandige, eigenstandige rol mm -hmm. in, in de controle en de bijsturing van het kabinet. Maar je zag diezelfde OMT-leden die de, de dag voor de OMT-vergadering nog riepen: Ja, uh, wij zijn maar adviseurs, hè? dus wij geven advies en het is aan het kabinet. Om uiteindelijk de beslissingen te nemen. Teleurgesteld bij de tafel van op één aanschuiven. Om te zeggen, ja, ik had het anders gedaan dan ja. in het kabinet gesteed. Maar waar is dat dan concreet uh, misgegaan? Is had het kabinet bijvoorbeeld die rollen duidelijker moeten scheiden? Ja, wel zeg ik dan wel, ook met de, de, met de kennis van nu, is dat. Makkelijk oordelen. We zaten destijds wel in een crisis. Niemand wist wat ons overkwam. Ik zat zelf op dat moment toen hier de boel uh, in, in lockdown ging. In Indonesië met het staatsbezoek van de koning. Toen zaten we in een land waar we hmm. op temperatuur werden gecheckt. Waar we formulieren moesten invullen. Waar we mondkapjes moesten dragen uh, her en der. En, en in Nederland was dat nog allemaal niet. Waardoor zij dus in dat land beter voorbereid. Leken of te acteren op het dreigende gevaar uit China. Want daar kwam het op dat moment vandaan. En bij Nederland, ja, wij dachten dat, dat zal allemaal wel duren. Dus Nederland was daar gewoon niet op voorbereid. En moest ineens in een soort crisissetting geplaatst worden, die men ook niet had. Ja, had klaar liggen, waar je ook van zag dat de minister van Volksgezondheid weliswaar volgens de wet verantwoordelijk is om de leiding te geven aan ja, het managen van een crisis en oplossingen aan te dragen, et cetera. Maar dat ons zorgsysteem helemaal niet meer ingedeeld is op een centralistische sturing van de minister. Dus dat zijn al die verschillende zorginstellingen die vanuit het ministerie weliswaar Aangestuurd zouden moeten worden in een pandemie. Maar ons systeem was juist lekker ja. allemaal ieder voor zich. Ja. Dus dat geeft maar even aan dat die hele structuur van hoe, hoe ga je zo'n pandemie. De lijf gewoon niet op orde was en waardoor dus ook het OMT, omdat er zoveel onzekerheid was, uh, min of meer als een soort kompas werd gebruikt. Want ja, dat was de wetenschap en daar konden we eigenlijk, ook al was het mistig, misschien nog wel het beste opvaren. Maar dan kom je, uh, als het om de verklaring gaat, uh, wat Hugo de Jonge natuurlijk ook nota bene in een brief heeft geschreven naar de OVV van ja, het was, het was nou, het was crisis, heb daar ook een beetje ja. begrip voor, beste mensen. Ja, ja laten we, ja. Beste maar, maar, beste. Maar, maar, ja, beste mensen inderdaad, maar, maar dat is dat. Uh, Kom je daar wel mee weg? Met, want, want is dat wel de reflectie die nodig is als er dan zo'n rapport van de Onderzoeksraad van Veiligheid komt? Ja, over die brief is natuurlijk een heleboel te doen geweest de afgelopen 24 uur. Hè. Hugo De Jonge die, uh, heeft dat uh, ja, een beetje persoonlijk gemaakt door de brief ook namens zichzelf te sturen, wat op zich niet ongebruikelijk is. Hè. En een lid van het kabinet of een ministerie kan reageren op een rapport van de OVV. Dus we krijgen een vragenlijst in begrijp Excel-verband. Daar kan je allemaal antwoorden op geven. Ik begrijp dat de, 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 het commentaar van het ministerie ook voor een belangrijk deel is overgenomen door um, de OVV. Uh, dan was er ook nog de brief van de jongen. Dat is dan de reactie die in principe altijd wordt gegeven. Maar dat zou, hoorde ik vandaag van een, van een wijsman in Den Haag, die ik erover sprak, hoeft niet per se namens Hugo de Jonge nee. te zijn, maar kan ook namens het ministerie. Ja. Nu is het Hugo de Jonge. Je leest die brief, je ziet de. Je voelt al, uh, Hugo je, de, je, de je, Jonge. Je, ja, ja, ja. je hoort, je proeft, je merkt, je, je, ja, je weet dat het Hugo de Jonge is die er zelf ook wel wat van vindt. Zoals we hem ook kennen. In de crisis, namelijk niet iemand die voorop loopt met het erkennen van, van dingen die verkeerd zijn gegaan. Dat is ook het stekelige punt wat je vanuit Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de OVV, hoort. Dat het niet volstaat om te zeggen: ja, er zijn fouten gemaakt. Maar ja. wat u allemaal opschrijft, dat deugt allemaal niet. Ik snap wel dat hij daar wel zo zijn bedenkingen bij heeft, Jeroen Dijsselbloem. Dat dat misschien iets te makkelijk is, maar de minister heeft. Die zat toen nog in het vorige kabinet, was nog minister van Volksgezondheid. Ook een verantwoordelijkheid en, en de mogelijkheid om te zeggen wat hij ervan vindt. Ja, laten we even luisteren wat Dijsselbloem zei over het functioneren van Hugo de Jonge. In, in het eerste deel van die crisis in elk geval. Je hebt dan twee effecten. De uitvoerders zijn gedemotiveerd. Echt heel vervelend als er zo met je wordt omgegaan. De bevolking krijgt te horen: over twee weken is het op orde. En dat lukt dan niet. Dus ook het vertrouwen bij het publiek, dat hebben we echt zien gebeuren. Neemt, uh, ja, neemt echt af als mensen keer op keer de beloftes niet zien uitkomen. Ja, dan gaat het voor de duidelijkheid over dat man-on-the-moon-principe. Dat, dat heb je hier ook vaak gezegd: over promise under the liver. De jongen zei: we gaan het regelen, beste mensen. Met als gevolg, dus, dat het intern leidt tot. Ja, tot frictie wellicht. Dat mensen het niet kunnen waarmaken. En uiteindelijk is de bevolking teleurgesteld. Ja. Omdat het ook uh, niet zo uitpakt zoals het is gezegd. En deze hadden we van Nieuwsuur volgens mij. Uh, dit dit fragment, is een fragment uh, uit Nieuwsuur, ja. 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 Nee, dat, dat is zo. En dat is waar we Hugo de Jonge van kennen. Dat is zijn bestuurstijl. We hebben het ook vaak over gehad. Namelijk uh, toch over promise under deliver. Dingen misschien toch te rooskleurig uh, en te ambitieus voorstellen. En de haalbaarheid daarvan ja, min of meer ondergeschikt maken aan het doel. Ja. Je hoort wel ter verdediging niet alleen uh, dat dat de stijl is van Hugo de Jonge. Maar je hoort in Den Haag ook dat uh, juist dat ja, die aanvliegroute er ook toe kan leiden. dat mensen meer gemotiveerd raken om dat doel te bereiken. He, als jij zegt van nou ja, die mondkapjes die hebben we aan het einde van het jaar wel. Of zo, ja, dan volgt niemand. Maar hij zegt: ja, we moeten we volgende week mondkeus klaar hebben, nou, dat daar dus ook een soort ja, beweging, ook bij de verantwoordelijke die het moeten uitvoeren, zou ontstaan om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, of dat heel verstandig is geweest, dat betwijfelt de OVV, of die keuren dat eigenlijk af. En daar kan ik me veel bij voorstellen. Maar goed, dat is nou eenmaal de manier waarop het is gegaan. En dat zullen we in de volgende twee rapporten, denk ik, ook nog wel ja. terugzien. Als het bijvoorbeeld gaat om de vaccinatiestrategie. Want daar, ik bedoel, dit was het eerste rapport. Daar kan je nog van zeggen. Nederland was overvallen. We krijgen straks de rapporten dat ja. Nederland niet meer overvallen is, al in die crisis zit. Vervolgens moet schakelen op dingen die we al kunnen hebben zien aankomen, namelijk dat er vaccins gaan komen, dat er misschien boosters nodig zijn. Dat zijn interessante dingen. Ik, ik nog één ding wel over Dijsselbloem zeggen. Ik vraag me wel af of Nederland er nou bij gebaat is om nu op dit niveau toch een beetje een soort moddergevecht te zien plaatsvinden. Ja. Het ja. begon eigenlijk al met de persconferentie toen de brief als verongelijkt werd geduid. Ja. Die, die Hugo de Jonge had uh, geschreven. Ik kan me dat wel voorstellen dat je dat zo vindt. Alleen de vraag is, moet dat het publiek niet zelf concluderen? En moet jij je niet gewoon bij de feiten houden, in plaats van de appreciatie aangeven over hoe de minister daarop reageert? Ja. En iedereen ziet wel de manier waarop Hugo de Jonge reageert, is hoe Hugo de Jonge is. En ik vraag me af of een waardeoordeel van de voorzitter van de onafhankelijk geachte OVV. Een nog duidelijker beeld van de werkelijkheid geeft. Je ziet vooral dat mensen het prachtig vinden. Ook gisteren in de reacties opnieuw, toen hij daar zat. dat Hugo de Jonge wordt aangepakt. Nou, hartstikke leuk, want we willen allemaal onze frustratie kwijt. Ja. Maar ik weet niet of dat nou op dit moment een discussie moet zijn. of dat je dat bewaart voor de parlementaire enquête die komt. wanneer het eindbeeld ook duidelijk is. wanneer we wat verder in de crisis zijn. waarin je ook kan vergelijken met hoe het in het buitenland is gegaan. Want daar heeft de OVV ook van gezegd dat hebben we niet bekeken. Nee, dat zat niet op een eiland. Er is wel meer misgegaan in de wereld. En dan met een stap terug kijken van... oké, okay, hoe is het nou gegaan? Maar goed, ja, verantwoordelijkheid ligt ook bij de jongen... Om, om daarop gewoon op een nou, wat ja, meer dit, afstandelijke manier... misschien op te reageren. Ik vind het toch interessant. Hè, want Duitsland heeft je bij jou opgevolgd. Het feit dat hij zich zo persoonlijk uitlaat. Hè, dat hij dit soort woorden gebruikt. Wat zegt dat dan? Nou, het kan een vorm van uh, jezelf relevant maken, natuurlijk zijn. Uh, ik denk niet dat de inhoud van het rapport een mis te verstaande boodschap afgeeft. Dus ik denk dat de inhoud eigenlijk voor zich spreekt. Dus ik begrijp niet zo goed waarom daar dan uh, ja, de totale oorlog <laughs> verklaard moet worden aan, aan de minister. Ho hoewel we allemaal gefrustreerd zijn, hebben we hier ook vaak besproken over wat er nou precies allemaal is misgegaan. Natuurlijk mag je zijn tekortkomingen benoemen. Ik denk zelf dat communicatie bij hem. En dat is inderdaad dus over promise under deliver. Dat dat echt een punt is wat, wat je echt ook wel uh, Hugo de Jong kan aanrekenen. Het feit dat de mondkapjes niet klaar lagen in, in, de, in, de, in de loodse vind ik en, en dat de dingen niet meer centraal aangestuurd konden worden. Dat is niet iets nee, wat per se voor nee, de jongeren nee, te nee, valt. Maar nee. kabinetten eh, en eigenlijk ook kamers die dat al tientallen jaren hebben goedgekeurd. Nou, is het niet zo dat uh, Dijsselbloem het vervelend vindt dat, het, het leren, dat er misschien gebrek aan lerend vermogen in zit. of het vermogen om te zeggen: oké, okay, dit is gebeurd. We gaan het de volgende keer beter doen. Want wat hij ook zei in nieuws: als je elke keer zegt, ja, het was nou eenmaal crisis. Hè, het was een lastige ja, tijd. We werden overvallen. Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, nou, dat, er is wel iets, denk ik, te zeggen voor het feit dat hij zegt um, je moet die onzekerheidsmarges veel duidelijker ook communiceren. Mm -hmm. Je moet niet alles als een fait accompli, als een feit presenteren, terwijl je eigenlijk niet weet of je het ten eerste kan waarmaken of ten tweede of het wel zo is. Hè? Want het was immers mistig, terwijl we aan het varen waren. In, ja, in, in, ja in, door die mist ook, Om even elkaar. de woorden van, van Rutte te parafraseren. Ik vind het ook, ja, je denkt wel bij jezelf. Uh, uh, Jeroen Dijsselbloem was minister in Rutte 2. En die was als minister van financiën uiteindelijk de politieke eindverantwoordelijke voor het toeslagen dossier. Hmm. We hebben hem eigenlijk nooit over gehoord. Hij is niet bij hoorzittingen geweest. En ja, dat met Wiebus, Wekers hebben gezien snel. Maar als je echt helemaal hoog in de boom, iets wat hè, Bob Hoekstra die kreeg dat bijvoorbeeld wel om zijn oren, maar Dijsbroek hebben we daar nooit over gehoord. Er is van alles bezuinigd en afgebroken volgens veel linkse partijen met betrekking tot. De zorg, maar ook onderwijs, allerlei andere dingen. Leenstelsel ingevoerd, allemaal. Allemaal dingen waarvan ook Dijsselbloem weet... dat op dat moment dat de politieke realiteit was. Dat het land in crisis was, dat er moest worden ingegeven. En dan zie ik nu wel heel veel ja, beschouwingen van... we hadden het allemaal heel anders moeten aanpakken in die coronacrisis. Terwijl ik denk, jij weet zelf als minister ook... Hoe jij met zaken wordt geconfronteerd. waar je achteraf van denkt. dat hadden we anders moeten doen. maar dat het op het moment dat het gebeurt. er weinig andere mogelijkheden ja. lijken. Maar wordt het niet de politiek dan op een gegeven moment? Nou ja, dat zou betekenen dat er, dat er een PVDA er zit op die plek. Ik heb daar wel eens uh, mijn vraagtekens bij geplaatst. Is het handig om een ex-minister te vragen om een OVV voor te zitten die in sommige delen ook zal moeten oordelen over het beleid van zijn eigen kabinet? Hè, Jeroen Dijsselbloem zit er natuurlijk is er onder Rutte 3 daar geïnstalleerd. Onder twee was hij nog minister. Dingen die mis zijn gegaan, langdurige trajecten, bijvoorbeeld de toeslagaffaire, is iets wat ja. zal niet per se de OVV raken, maar dat is iets wat onder de verantwoordelijkheid van het kabinet is gebeurd, waar Jeroen Dijsselbloem uh, inzat. Dus dan kan je afvragen hoe onafhankelijk kan je nou zijn als je moet oordelen over de dingen die je eigen kabinet en jij dus ook mede verantwoordelijk voor bent. Maar goed, dat is met de toezagaffaire niet zozeer de verantwoordelijkheid van de OVV. Er zijn weer allerlei andere instanties die zich daarover ge gebogen hebben. Maar ja, men vond het destijds een goed idee om hem te vragen. Uh, ik denk ook dat hij een waardevol rapport heeft afgeleverd. Dus ja. ik wil ook echt helemaal niks afdoen aan de, de importantie van het rapport. Alleen, als jij een ex-politicus of eigenlijk een politicus nog vraagt om, om, om in zo'n onafhankelijk geacht instituut te gaan zitten... moet je niet verbaasd zijn dat af en toe ook wel... misschien een bepaalde kleuring wordt ja. gegeven. Ja. Want je, ja. je krijgt... De, ja, een, een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Of is dat te hard? Uh, nou ja, dat zijn jouw woorden. Nee. Nog één punt hierover, want de klok tikt onverbiddelijk door, kan ik hier wel. Oh, nou, nou is op op de klok. Zijn we nog bezig we nog bezig niet, met. Die denken we het door, Nou, dat door. Nog, nog, nog één punt wat ik me afvraag. Is, uh, wat is er dan wel explosief uiteindelijk? Er komen nog meer rapporten aan, er komt nog een enquête ook naar buiten. Wanneer. Wordt het wel explosief of, of kan het gevolgen ja, we hebben? Jij wil horen wanneer er iemand moet worden ontstaan. Nou ja, omdat als ik, als ik naar dat eerste punt over de stille ramp in de verpleeghuizen, Zijn daar bepaalde fouten gemaakt mm -hmm. die, die vermeden hadden kunnen worden. Waardoor er ook minder dodelijke slachtoffers in de verpleeghuizen zijn gevallen. Dat is natuurlijk ook wat, wat een Fleur Agema of Sifana Simons, mm -hmm. et cetera, wat je vaak uit de oppositie mm -hmm. ook hoort. Gaat dat consequenties hebben of is... Het kan consequenties hebben. Dan uh, niet voor de jongen, maar voor de, voor de, voor de huidige. Dus uiteraard is Ernst ja. Kuipers dan uh, de ja. pie Dus er komen nog twee rapporten aan. Hè. Het volgende rapport, rapport komt rond de zomer. Dat is deel 2. Dus dat gaat van de periode van eigenlijk oktober 2020 tot. Meende zomer van 2021. Mm -hmm. En daarna komt dus nog een rapport ja. voor die periode daarna. En wie weet wat er daarna komt. Want wij weten natuurlijk niet welke variant of we de upsilon-variant binnenkort al zullen ja. zien. Of pas over drie maanden. Dus ja, dat kan nog alle kanten op. Er komt een parlementaire enquête. Ik denk ja. dat dat eigenlijk het moment is waarin je echt ook. Um, ja, daar zouden er wel politieke consequenties kunnen, worden, kunnen volgen uit. Uh, de bevindingen van de Tweede Kamer. Het interessante is overigens wel dat uh, je nu heel veel hoort, inderdaad, over het kabinet heeft dit verkeerd gedaan en die had dat moeten doen. De rol van de Tweede Kamer blijft eigenlijk redelijk onbesproken. Terwijl natuurlijk ook het nodige te zeggen is over de manier waarop de Tweede Kamer uh, haar rol heeft opgevat. Ja. namelijk als stempelmachine te fungeren voor het kabinet. Ja. En ook onvoldoende heeft bijgestuurd. Dat, dat zag je wel. En dat de eerste maanden van die crisis gebeurde dat sowieso niet. Er werd ook bijna niet meer vergaderd. Later is dat, hebben ze gezegd: van ook oh, we vonden het allemaal zo erg. Waar moeten we moeten nu meer op de bal zitten. En uiteindelijk gebeurt het eigenlijk nog steeds af en toe een uurtje erbij of eraf voor een avondklokje of een, of een dingetje. Dus die rol van de Kamer die zal dan denk ik ook in die parlementaire enquête ja. een plek moeten krijgen. En dat er ook aan die kant aan zelfreflectie gedaan wordt. Maar het kabinet is natuurlijk de eerste verantwoordelijke is. En ik denk dat de parlementaire enquête. Ja, het, het, het meest interessante wordt. Omdat je dan ook alle hoofdrolspelers ook in dat stoeltje ziet zitten en onder Ede hoort verklaren ja. wat er is gebeurd. Uitermate boeiend zal dat allemaal gaan worden. Over de nieuwe minister van Volksgezondheid. Die werd in het debat door Gideon van Meijeren. Nou, ik zal niet om een imitatie vragen. werd hij aangevallen. Het ging, het ging over het, het, het liegen van Van Dissel. Hè, wat Van Meijeren eigenlijk ja, zei. Ja. En daar reageerde Kuipers als volgt op. Voorzitter, u hoort mij even stil zijn. Hè? Ik ben echt even stil. Er wordt. Nog een keer hier naar iemand die zich de afgelopen twee jaar naar eer en geweten ingespannen heeft, gezegd dat hij keihard gelogen heeft. Ik denk dat we ons daarvoor moeten schamen dat we dat hier tegen de heer Van Distel zeggen. Daar moeten we ons echt ontzettend voor schamen. Als u mij de enige boosheid in mijn stem hoort, dan hoort u dat terecht. U moet zich schamen met dit soort uitspraken. Echt waar. Ja, Wouter. Fascinerend hè? Zo'n minister die eerst deskundige was aan de talkshowtafels, waar we het grote publiek van kennen, natuurlijk de baas bij. Bij het Erasmus, en nu, uh, nu die, die politieke boosheid moet ventileren? Het lijkt, ja, hem, het ja, lijkt ja, hem heel ja. natuurlijk af te gaan, toch? Ja, maar hij moet natuurlijk ook voor zijn mensen gaan staan. Dat, ja. was, dat merkte je ook wel in de, in de hoorzitting die daarvoor afging, dat ja, de pijlen van een aantal partijen wel heel erg richting Jaap van Dissel gingen. En, ja. Jaap van Dissel valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid. Dus die moet nu voor zijn mensen gaan staan, dat snap je ook. Tegelijkertijd is er natuurlijk een, een continue discussie over omgangsvormen en, en ook vanuit het kabinet en de coalitie een grote behoefte om een partij als vorm voor Democratie niet meer de ruimte te gunnen, maar ze tegen te spreken. Nou, dat dat doet Kuipers nu, dus ik denk dat hij daar ook veel steun van geniet. Uh, in ieder geval in de coalitie, maar ik denk ook wel bij een aantal oppositiepartijen. Ja, het, het interessante is wel dat Gideon van Meijeren eerder die dag de briefing ook een paar vragen stelde aan Jaap van Dissel. En daar best vragen stelde die scherp waren. Hmm maar die wel heel terecht waren dat ze gesteld werden. Dat ja. ging dan vooral om de bemoeienis die er dan uh, zou zijn geweest vanuit de politiek en wat, wat Jan van Dissel daar eigenlijk over wist met die omt adviezen. En de, ja, welke andere gremia heb je nog of gremium heb je nog om dat te vragen aan van Dissel? Want de man zit twee keer per jaar bij nieuwsuur en af en toe gaat hij een duo interview in het AD geven. Dat is het dan ook ongeveer ja. wel. Dus wij horen hem dan in zo'n briefing iets over ja, de incidentie is dit, de mortaliteit is dat en dan dat, daar moeten we het dan maar mee doen. En dit keer zag je dat er niet alleen maar over actuele cijfers gesproken werd, maar ook over nou ja, een beetje reflectie op die afgelopen tijd. Dat deed Van Meijeren en een aantal andere Kamerleden, aangenomen ook, die deed dat gewoon scherp. Als Kamerleden die gewoon informatie wilden hebben van hem. In het debat ging het weer op het oude vertrouwde beledigen uh, stukje. Wat het natuurlijk fantastisch doet voor de filmpjes die Forum voor, voor Democratie ongetwijfeld nog maakt. Om, om de, de, nou ja, toch een, een deel van de bevolking die uh, die eigenlijk nergens meer in gelooft wat er uit Den Haag komt te bedienen. maar niet iets helpen om duidelijk. Of in ieder geval, als jij nou echt vindt dat hij, dat, dat, dat hij de boel belogen heeft. dan zou je er naar kunnen streven om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan plaatsvinden. Dus dan zou je kunnen zeggen: ja, wij hebben eigenlijk moeite, beste minister. om nog dingen van meneer Van Dissel aan te nemen. in hoeverre ze dat al deden. omdat wij het idee uh, hebben dat we, iets ons iets op de mouw is gespeld of zo. Weet je, en dan kan de minister daar ook gewoon op een natuurlijke manier over praten. Maar ja. goed, dit is de clash die het politiek... Uh, voor die model is geworden van Forum. En uh, waar ze, denk ik, gewoon mee door blijven gaan. Ja, dat is ook zeker zo. Want deze week maakte ik toevallig een item... ook over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Uh -huh. En van Meijeren. Want ja, de vraag was toch... gaat het nou allemaal in de toekomst iets anders? Nou ja, zij zullen dezelfde woorden blijven gebruiken. Ja. Die ze al hebben gebruikt? Wij zijn van mening dat alle politieke opvattingen en meningen en oordelen en argumenten hier vrijelijk met elkaar besproken moeten kunnen worden. Dus u zegt dat moet wel kunnen blijven gezegd worden? Absoluut. En ze nemen er geen woord terug van? Nee, zij zijn ze niet de enige in. Want wat, dat wilde Wilders ook. <laughs> ja, ik vraag me af. <laughs> nou ja, uiteindelijk was Vera Bergkamp er dan donderdag zelf niet bij. Omdat ja. ze een coronabesmetting had uh, dat nou, Het opgelopen. is helemaal niet doorgegaan. Nee, he? Het, wordt nu, het komt nu ik, later ja. worden ingepland als ze als weer beter is. Ja, dat wordt een, dat wordt een, uh, een clash, denk ik. Want ik, ja. Wilders heeft ook al gezegd dat hij en daarmee ook zijn fractie zich niet gaat houden aan het verbieden van woorden. Daar zijn ze overigens niet de enige in. Hoor. Er zijn wel meer partijen die daar, ik hoorde bij de PVD en VVD ook niet zoveel antwoord om woorden te gaan verbieden. Die willen wel dat de voorzitter instrumenten heeft om in te grijpen. Die heeft ze overigens al. Hè. Ze wordt alleen nog niet gebruikt omdat ze bang is dat dat tot de rel leidt... of dat niet alle partijen haar steunen. Dus dit hele circus wat we nu hebben gezien... met die gesprekken met al die fractievoorzitters... en die brief die ze nu heeft gemaakt... Uh, is alleen maar om mensen medeverantwoordelijk te maken... voor het moment dat komen gaat, namelijk het ingrijpen. Ja. En, en dan verwacht zij de steun van de, van de partijen die die brief van haar... De inventarisatie en de gesprekken en de conclusies. naar aanleiding van die, al die gesprekken met die fractievoorzitters. in de praktijk wordt gebracht. Ja. Eh, nou, dat moment dat. zou kunnen gebeuren. in het debat over de omgangsvormen. maar wat dus nog later gaat volgen. maar wat ingewikkeld is. omdat de, de PVV daar niet aan meedoet. maar er zou best een groot debat kunnen zijn. waar we wil dus weer wel ja. van zich laten horen. en dat hij dan gewoon om te kijken wat er gebeurt. gek gaat zeggen. Juist. Ja. En, en in eerlijkheid, Pim, als je. Het gebeurde natuurlijk 15 jaar geleden richting Weile Ella Vogelaar. Hè? De minister is knettergek. Dit toont aan dat de minister knettergekkers geworden zijn. Wat hem betreft. En, en je het ging kan over, zeggen... over, want ik had het er met, met Wilders over. En het ging over dat de islam geloof ik onderdeel was van de Nederlandse cultuur. Ja. Dat was het thema waar ja, dat precies, om ging. Ja, ja, ja. ja inderdaad. En, en dan kan je zeggen, ja, dat vind ik ongepast of zo. Of nou, het zijn niet mijn woorden. Of, maar het is, als, als Rob Jette straks met allemaal mooie klimaatplannen komt. Wel haalbaar en betaalbaar blijven. Nee, dat wil nee, ik nee, dus nee, niet. Nee, precies, ja. En dan, en dan, dan, dat is trouwens best wel raar, hè? Want hoezo zou je als minister het onhaalbaar ja, naasten? Ik, ik, ik heb dat interview voorbij zien komen inderdaad, en dat was natuurlijk best een opmerkelijke uitspraak. Haalbaar en betaalbaar, daar moeten we vanaf. Ja, hij had het niet zelf bedacht, want, want dat heeft uh, Sigrid Kaag ook al in de campagne geuit. Ja. He, dat moest maar drama uit en dat vond ik altijd heel vreemd, omdat wat wil je dan? Wil je? O, iets onhaalbaars afspreken. Moet je eens kijken waar dat toe leidt. Ja. Krijgen we weer een Urgenda-zaak aan de broek? Of ja, misschien dat mantra haalbaar, maar 50 rijden op de snelweg. Ja. En dan heb je een, een onbetaalbaar, dus mensen die met een AOB'tje moeten even een, 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 een warmtepomp aanschaffen voor 50 mil of zo. En ja. dan krijgen ze dan 10.000 euro subsidie voor. Dat kan dus niet. Dus, dus het, man, het mantra, daar is niks mis mee. Alleen, nieuw minister, nieuw elan. Dus we, we, we verbouwen het en we zeggen nu van iedereen moet het. Kunnen trekken of zoiets. Het komt er Ja, op, het, op hetzelfde, op hetzelfde ja. neer. Uh, maar dan zou het dus heel vreemd zijn als Wilders in het debat staat en dan zegt: Ja, uh, ik vind, ik vind uh, dat de minister Knetter gek is geworden als hij het onhaalbaar ja. van Nederland vraagt. Ja, is dat de reden om Geert Wilders, de oppositieleider uit de zaal, te verwijderen? Ja. Dat ik ga je gewoon niet, krijgen, natuurlijk. Nou Dat ja, zit hij natuurlijk gaat, dik in. gaat natuurlijk provoceren. Maar, maar nou heb je dus Wouter. Want ik, ik moest er ook even van bijkomen. Hè? Dan is er dus inderdaad een notitie geweest. Is overleg geweest met alle fractievoorzitters. waar Wilders dan niet bij was. En dan heb je dus uh, uiteindelijk. De SP die zegt, bij, met naam van Leid, van ja ik zit eigenlijk helemaal niet op dat, dat, dat onderlinge gepraat te wachten. Hè. Van ons hoeft het eigenlijk allemaal niet. ja We, hebben, we doen het eigenlijk wel mee aan dat debat. Mm -hmm. Maar we, we, we willen het niet over, over onszelf hebben... maar over de grote problematiek ja. in de samenleving. Hoeveel meer woorden en energie we kwijt zijn aan het gekissebis onderling... maar ook de, zelfs hele debatten daarover... maakt dat we geen problemen oplossen die in het land spelen. En dat vind ik echt zonde van ons tijd. Dus die staan daar al een beetje ja. sceptisch tegenover. Ja. Nou, dan heb je Wilders die zegt... Ik trek me daar helemaal niks van aan. Ik ga niet onderhandelen over um, um, vrijheden die de Grondwet ons als Kamerleden geeft. U weet, uh, we zijn als Kamerleden vrij om te spreken. We hebben zelfs strafrechtelijke immuniteit. Ja, dan moet je gewoon uit principe niet ermee meenemen. Want dan ga je onderhandelen over je vrijheid. En ja. die is ononderhandelbaar. En ik zal mij wat ze ook besluiten daar ook niet bij neerleggen. Dan heb je dus Forum die zegt... we blijven gewoon precies zeggen wat we altijd, wat we altijd zeggen. nou Caroline van der Plas die zwengelt het allemaal aan... en komt met opiniestukken ook, ook, in de krant. Ook weer een zetel. Gunneran die werd genoemd. We konden haar niet makkelijk om Wedor vragen. Maar die zou dus Gideon van Meijeren complot marmot... Hebben genoemd, zeg ik in ieder geval. Ja, heeft ze ook niet zelf bedacht? Nee, dat was al op social media gaande, maar dan denk ik van mijn hemel, hoe moet het dan allemaal gaan, joh? Ja, ja. en dan, dan, dan om zich die gaat zeggen: Ja, maar uh, mevrouw Bergkamp, u moet wel ingrijpen, want u bent de ja. staatsrechter. Nee, dat, dat, dat is waar. En het is ook heel erg ingewikkeld. En er is ook echt een medeverantwoordelijkheid van de Kamer. En dat kan een voorzitter natuurlijk ook niet alleen, maar een voorzitter heeft wel uh, heeft mogelijkheden om in te grijpen. Dus heeft die tot nu toe nog niet echt gebruikt. Mm. Enkele keer. En het gaat natuurlijk over het natuurlijke gezag wat de voorzitter uitstraalt. Ja. En dat, kon, dat hebben we ook al eerder besproken. Uh, daar staat en valt het toch echt mee hoor. Je kan regels verzinnen tot je in ons weegt. Maar als één blik van de voorzitter ervoor kan gaan zorgen dat iemand gewoon weer gaat zitten. In plaats van dat hij naar de microfoon ja. rent om, om weer even zijn ja. eigen gelijk te halen. Er waren echt wel voorzitters in het verleden... die dat voor elkaar konden krijgen. Nou, en, en ik zag Sherip Riep over, uh, door de wandelgangen lopen... en ik wil daar daar ook iets over vragen... maar die liet zich daar... die wilde daar natuurlijk niks nee. over zeggen... want je wilde niet de nieuwe voorzitter voor de voeten lopen. Nou, en, ik weet niet of dat de motivatie was. Of ze denkt, laten we maar gaan. <laughs> nou, ik denk dat die gewoon... ik bedoel, die is natuurlijk niet blij... dat ze die, die baan niet meer heeft. Nee. Uh, ze is daarvoor ongeveer ook in de Kamer gebleven. Ze voelde zich enorm bedonderd... door uh, de, 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 ja, de VVD, CDA-fracties... en D66 natuurlijk ook... maar je wist altijd niet echt boden tussen uh, D66 en, en Glisa Ariep in het presidium van destijds. Maar ja, het is niet chic. Dus het is nee, anders in nee, de Nee, dat, dat, dat bedoel ik het. Is niet chic om je, nee, om je, is... om je, om je opvolger nee. de maat te nemen. Maar ik denk wel dat zij daar zo haar gedachten ja. bij heeft. En trouwens, zij niet alleen, want er zijn ook andere voorzitters die nog in leven zijn. Het klinkt net alsof. Dat bij Ghalisha Ariep kan je boord zo zijn, dat wil ik niet beweren. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die de Kamer hebben voorgezeten. Eh, en die hebben dat ook soms zwaar gehad. En die hebben ook te maken gehad met eh, minister eh, Koenders in zijn flapdrol, had Marijnissen gezegd. Of oh ja, Marijnissen ja, ja. senior dan net tegen, tegen Kamervoorzitter Wijsgas even dimmen. Ja, en en ja. dat is ook allemaal gebeurd. En dan kan je zeggen: ja, dat is iets anders dan wat er nu gebeurt. Maar goed, ook een voorzitter kan zijn of haar taalgebruik en, en modus operandi aanpassen aan een veranderende ja. tijd. En dat betekent dus, als jij vindt dat dingen te ver gaan, dan ja. zegt zij oké, okay, nu is het klaar. Ja. En dan gaat ja. u allemaal zitten, want dat is nou eenmaal, ja, daarom heeft u mij gevraagd voorzitter en, te en worden. Toen zei Martin Bosma in dat debat uiteindelijk tegen Gideon van Meijer van, ja, het is misschien niet zo gepast om iemand voor uh, leugenaar uit te maken, als hij er zelf niet op kan, uh, kan reageren, iets in die strekking. En uiteindelijk waren er hele... Positieve recensies op Twitter voor wat het waard is op het optreden van Martin Bosma. Martin Bosma, Bosma ja, ja. ja. En dat nou staat ja, ook de... wel als je dan net even thuis zit en, en je, 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 je vervanger die doet het als ware, het, het er vanzelf afgaat. Ja, dat ben ik met je eens. En Martin Bosma is ook een goede voorzitter. Dat vinden de tegenstanders van de PVV niet zo leuk om te horen. Maar hij doet dat goed, hij doet het met flair. En dat is wel iets wat je soms ook echt wel nodig hebt. Ook met natuurlijk gezag. Maar. Ik heb begrepen dat hij ook niet uh, zoveel zin had om het uh, debat voor te zitten over de omgangsvormen. Oh ja. En het is het. <laughs> ja. mes snijdt natuurlijk wel ja. aan twee kanten. Ja, als je tot, een goede voorzitter zo. bent, dan maakt het in principe niet uit welk debat nee. je moet voorzitten. Ja. Want dat is nou eenmaal de opdracht die je hebt, zeker ja. als eerste ondervoorzitter. Dus dan denk ik bij mezelf: kom op, Martin. Maar goed, dat wat misschien niet mogen van Geert. Over Flair gesproken. Laten we eventjes teruggaan naar afgelopen dinsdag. Volt die moest bij naam van Laurens Dassen... tekst en uitleg geven over de schorsing van Gunan. En um, nou, dat deed hij zo. De afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen... die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Niliver. We hebben daarbij ook aan Niliver aangegeven... dat op de precieze inhoud van deze meldingen... wij niet in kunnen gaan... omdat zij onderdeel is van het onderzoek. Tegelijkertijd hebben wij vanuit het onderzoek meldingen en signalen gekregen dat de mensen die de melding hebben gedaan niet de veiligheid en de ruimte voelen om verder naar voren te treden. En het is al ontzettend moeilijk om een melding te doen. Dus ik sta nu ook voor die veiligheid en voor die ruimte, zodat mensen naar voren kunnen treden. Ja, dit, ik heb die quote een paar keer teruggeluisterd. Oh, yeah. Ja. Wat, 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 wat ja, Dat zegt hij nou? Hij, hij loopt gewoon vast in, in één lange zin. Ja. En daardoor is natuurlijk die journalisten die steeds ongeduldiger werden ja. en die toch gewoon wilden weten wat is er nou eigenlijk hier dat ze op geeft. Ja, kunt u nou niet gewoon zeggen wat er aan de hand is? <laughs> ja. Echt dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wel een goed. Ja, ding. het is heel ingewikkeld natuurlijk. Want ze moeten natuurlijk, ze zijn een politieke partij, maar ze zijn ook, zeker als je kopstuk bent, moet je ook zorgen dragen voor de mensen die daar kennelijk op de fractie een klacht over hebben ingediend. Over de omgangsvormen of om, over de. Het overschrijdende gedrag waar dan sprake van zou zijn. Dus dat is moeilijk schipperen. Want je wil aan de ene kant het boegbeeld zijn. en misschien ook je collega beschermen. Uh, maar aan de andere kant heb je ook een verantwoordelijkheid voor de collega's. die niet geen Kamerlid zijn. Ja. Uh, dus dat is een bijna onmogelijke taak. voor iemand die aan het hoofd van een organisatie staat. Tegelijkertijd, het is een harde maatregel. Er is hard ingegrepen. Zij zelf heeft in een verklaring gezegd. dat zij de schorsing niet in verhouding vindt staan. tot datgene waar. Zij dan van beschuldigd wordt. Waardoor zij eigenlijk min of meer aangaf dat zij weet wat het dan is. Wat wij dus officieel niet weten. Dus we doen natuurlijk ook ons werk, we praten en we horen al een tijdje dat tussen de nummer 1 en nummer 2 niet zo. Botert en, en dat zij, uh, nou ja, een, een uitgesproken Kamerlid is in de Tweede Kamervergadering in de zaal, uh, maar ook achter de schermen. Uh, nou ja, met dezelfde, wat ik maar even noem, gedrevenheid zich uit. En mm. dat zou niet bij iedereen een goede aarde vallen. Dat is wat je, het beeld wat je hoort als je spreekt met diverse bronnen uit het Haagse en ook ja. fracties van andere partijen die daarmee geconfronteerd zijn. Uh, of ik zeg Kamerleden van andere partijen die ermee geconfronteerd zijn. Maar goed, wij weten de details niet. Daar kunnen we ook niet, denk ik, veel meer over zeggen op dit moment. Wat wel zo is: is dat het, het is wel een enorme ingrijpende maatregel om een Kamerlid te schorsen. Als fractie, dat mag eigenlijk helemaal niet. kan helemaal niet. Een Kamerlid kan zelf ja, ze kan komen. kan gewoon komen. Die is gewoon gekozen, ja. maar zij doet dat dan toch uit respect voor haar partij. Dat ze zich houdt aan de. de... Anders wordt het helemaal een zo natuurlijk. Die, als zij wel was gekomen. Ja, dan hebben we alvast die twintigste fractie. Waar, ja. waar trouwens Caroline van der Plassen een beetje op voorsorteerde ja. in, in haar ja. ingezonde stuk. Nou ja, ik moet je wel zeggen. Ze heeft eerder ook geroepen en getwitterd. Want ik ga me niet afscheiden. Ik blijf altijd bij Volt. Maar als je een advocaat in de arm neemt, Geert-Jan Knoops, om je te verdedigen en je op deze manier... Uit ook in media over dat je het allemaal uh, niet begrijpt en, en niet terecht vindt, dan wordt het hoe langer het duurt wel steeds pijnlijker ja. voor iedereen. En dan is de vraag: zijn de verhoudingen straks niet te veel verstoord? En is zij of is Volk niet te veel beschadigd, of alle twee, of hebben ze dat bij elkaar gedaan om nog samen door te gaan? En, en dat is wel een moment dat hoe langer het duurt, steeds dichterbij komt. Ja. Maar het, is, het politieke feit is dat als een in, een in de top van een partij waarin de nummer één en twee met elkaar. Uh, ja, bonje hebben, uh, lijkt het. Want hij, zij, hij is eigenlijk toch verantwoordelijk min of meer voor de, voor de schorsing van zijn collega hmm. of zo. Uh, en je hoort de verhalen over dat het al niet zo lekker gaat tussen die twee. Dan is dat een probleem. Ja. En, en dan is de vraag of dat nog heel geloofwaardig kan worden opgelost. Overigens niet helemaal onmogelijk. We hebben dat eerder gezien bijvoorbeeld met Denk. Die hadden ook allemaal ruzie met elkaar. Nou, uiteindelijk nou, ging dat ja. nog goed weer, ja. gek genoeg. Niemand begreep dat meer op een gegeven moment. En we hebben zoiets zo iets ook gezien en dat ging heel genieper achter de schermen. Dat had overigens niet te maken met ongewenste omgangsvormen, maar volgens mij gewoon een incompabilité uh, de caractère, als dus dat mm -hmm. in goed Frans zeg. Geen tweets daarover, mensen, alstublieft. <laughs> um, ik ben aan het oefenen. Nee, omdat, omdat uh, Marianne Thieme toen, uh, zo leek het, van uh, Esther Ouwehand af wilde. Uh, een lage plek op de lijst of zo. En uiteindelijk is dat toen niet doorgegaan. Is Esther Ouwehand nu de baas. En zij zei daarna toch vaak ook wel vriendelijk, uh, doet, ja, uh, ja. richting elkaar ja. gesignaleerd. Dus het, het kan, het is niet uitgesloten. Maar gezien de. Ja, het, het tijdsgevricht waar we in leven ja. en de duur van de schorsing um, is het denk ik ingewikkeld. Ja, heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik moest wel denken overigens aan uh, vorig jaar voor de verkiezingen. Fris en fruitig, uh, Dassen, ja. die, die, daar had ik een interview mee nog bij de, de Hallen in Amsterdam-West. Ook een beetje een hippige locatie. Het succes kwam natuurlijk aan, uh, aanwaaien. Ja. Afgedwongen zou je ook kunnen zeggen. En dit is dan eigenlijk de eerste grote ja. tegenslag die die ook op een bepaalde manier moest moest Manage. weten te managen en dat schreef jij ook in jou in het vizier ja. dat dat nou niet helemaal feilloos ging nee nee wat dat dat hadden ze leken ze over te hebben nagedacht we moeten niet van de roltrap komen in die grote hal want dan zijn we net of Donald ja. Trump die de presidentsverkiezingen wil gaan winnen of we zet, zitten in de ja de weg naar beneden wat vlak voor gemeenteraadsverkiezingen met overwegend positieve peilingen voor die partij is dus natuurlijk niet een heel lekker plaatje geeft daar kan je toch als televisieverslaggever een heel snedige voorzover hmm. over onder plakken. De weg omlaag gevonden. De weg omlaag is ingezet. Uh, ja. Maar, maar ja, en dan vervolgens, ja, dat rare pers waar eigenlijk niet zoveel werd gezegd. En dan loopt hij weg en dan komt hij bij die, bij die ja. draaideur te staan die het dan niet doet. Of, nee. nou, en dat, dan iedereen er maar omheen en filmen en nog meer vragen. En ja, toen dacht ik, ja, dat is je ontgroening een beetje. Want dat hebben veel van jouw collega's natuurlijk ook allemaal een keer meegemaakt. Op het moment dat het bij hen misging in, in de partij. Wat ik wel vind is dat het inderdaad voelt wel erg komt aanwaaien. Hè? Het is, ze hoeven eigenlijk niet zoveel. Voor te doen. We hebben, we hebben Dat ze het afgelopen jaar nou, nauwelijks gezien. Goedemorgan wel, omdat zij ja. ook met corona coronadabat natuurlijk uh, duidelijk was en ook in haar boosheid, ook richting uh, Forum, uh, zich heeft geuit en daardoor ook ja, veel publiciteit genereren. Want dat is ongeveer het halve werk tegenwoordig als je in Den Haag werkt. Maar dat was het dan ook wel: ja. als je nou vraagt van wat hebben ze nou? misschien hebben ze nog ergens een Europese vlag kunnen planten of zo in het land, maar voor de rest weten we eigenlijk niets waar die partij nou precies voor in de Kamer nee. is. Wat ze nou hebben nagestreefd bereikt of wat dan ook. Of wat ze straks allemaal in de gemeenteraden gaan doen. Er zijn natuurlijk ook allemaal voltkinders, zoals uh, dat toch gewoon een beetje, omdat het nog een jonge partij <laughs> ja. is, worden genoemd, worden afgeschilderd. Uh, en een heleboel mensen denken van, nou hij ziet er wel redelijk uit en ik ben hier klaar met Jesse Klaver en Lina de Ploemen wordt het ook niet. En ja, dat met Sigrid was ook niet misschien niet zo'n goed meer pro-Europa natuurlijk. Ook. Ja, dus weet je wat? We, 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 ik, ik ken ze ook in mijn omgeving. Die zeggen: mm. Weet je wat? We doen dat. Die ziet er wel, ziet er wel netjes en uit en ja. niet zo extreem. Ja, Ja. ja, nee, ja, ja dat, dat uh, is al genoeg. Heb je, heb je nog tot slot een, een, een staaltje crisiscommunicatie? Want nu met al die schandalen die we krijgen, we hebben natuurlijk Lilianne Ploemen uh, gehad, die laatst ook de pers te woord uh, moest staan. Uh, nu hebben we dan dassen. Heb je nog een doe en een don't? Nou, ja, ik weet wat ik wel kan zeggen. Hadden we ook even een telefoongesprek over hoe Dijk, of die ook een keer de, de, de pers te woord moest staan. Nadat nou, het ging over de, het, het geld dat hij nog kreeg vanuit het kabinet. Het was gewoon op zijn kamer. Iedereen kwam om zijn beurt binnen. De deur werd dichtgeslagen. En dat was het dan. Dan kun je natuurlijk wel enigszins controleerbaar houden. Ja, je, je, aan de ene kant moet je zo transparant mogelijk zijn. Dat lukt niet als het gaat om uh, personeelsbeleid. Uh, dat, dat heeft iedere organisatie. Dus dat is, dat is ingewikkeld. Ja, ik, ik vond vooral bij ploemen het heel erg opvallend. Dat als jij, maar dat heb ik ook vorige week ook in de krant gezet, dat als jij uh, je politieke agenda heel erg richt op vrouwenrechten, vrouwenstem, uh, 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 daar heel erg een, een politiek winstpunt van maakt, wat natuurlijk kan, want daar is je in, in, in uh, Rutte 2 ook... Uh, Heel succesvol mee geweest, ook in de publiciteit. Dan maak je je dus heel erg kwetsbaar op het moment dat ja. nou daar iets misgaat. Ja. Dus je moet eigenlijk als politieke partij je agenda dusdadig verbreden. Dat op het moment dat er op één punt er een ongeloofwaardigheid insluit, dat je dan op iets anders kan laten zien. Hey, dat de is niet goed ja. gegaan. Dus kijk, ze hebben gelukkig nog Groningen bij de PVDA. Henk Nijboer is daar ongeveer. Maar uh, hij heeft er een dagtaak aan om, om de belangen voor de Groningers... rond de gaswinning in, in Den Haag aan de orde te stellen. Samen met trouwens Sandra en nog een paar andere Kamerleden. Maar een, voor een politieke partij is het belangrijk om, om ja, breed georiënteerd te zijn. En ook niet te veel, uh, 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 ja, zeg je, op één hetzelfde ja. paard te wedden. Ja. ja, maar dat is dan misschien dat dat dat, dat uh, voelt ook een. een, een ja, woke is natuurlijk een modewoord wat je nu hoort. Maar het is misschien ook een, een, een jonge partij die, die misschien iets wokerigs uitstraalt in de optiek van anderen. Dat, uh -huh. dat zij moeten dit dan heel hard en streng en goed uh -huh. aanpakken. Uh -huh. Uh -huh. En dat kan dan ook weer als een boemrang terugkomen. Als blijkt dat er bijvoorbeeld weer net niet zoveel aan ja, de hand is. Maar dat maakt het sowieso voor die partij. Die partij maakt het zichzelf ook wel erg ingewikkeld. Hè? Ik geloof dat ze in Groningen niet meedoen omdat de, de, de lijst niet binair genoeg was of zo. Oh, is dat zo? Ja, dat, dat je ook denkt van ja jongens, weet je, misschien moet je gewoon als het echt niet meer... Ik snap het streven wel, maar als het niet meer lukt... Dat was binair oh, Ik moet Wat zeggen was jongens en ook meisjes in dit geval. Oh ja, dat is binair. <laughs> dat als, het, als dat niet lukt, ja dan... dan zeker met een jonge partij mm -hmm. heb je dat nog niet echt voor oh, je ja. uitzoeken. En ja. kan je er wel naar streven natuurlijk. Ja. Maar om dan je eigen ruimte in te... Ik bedoel in de studentenstand, daar hadden ze zomaar een paar zetels kunnen halen ja. in de gemeenteraad. Ja, ja. Ik zat nog even op te zoeken wat... Oh, dat ook weer precies zat met binair en zo. Maar ja. dat... T-Tex dat, ja. 888 volgende keer. Nee, Wikipedia kan, oh, kan ook altijd. Hoe careful with them, one? <laughs> ja. Hé hey, Wouter, dank weer. Veel uh, plezier met de skivakantie. Uh, Don't break a leg. En ik, ik ga het allemaal... En word ook niet te houden. bruin. Want dat, dat straalt niet goed af bij mij. Ja, dat zie je dan weer in de podcast hebben ze daar geen last van. <laughs> dank je wel. Okay.